Yo kijkers van de V-Games en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van die Hunger Games, oftewel Blitz Survivor Games. We gaan vandaag lekker spelen in de map Despair V1, mijn favoriete map, op dit moment met mijn favoriete kit, de Bakery Kit, dus dat zou technisch gezien een en al feest moeten gaan worden, maar of het daadwerkelijk zoiets gaat worden, ik heb geen idee. Dus natuurlijk bedankt voor alle reacties en likes die jullie hebben achtergelaten op de vorige video. Mocht je benieuwd zijn of ik op jou heb gereageerd, dan zou ik zeggen, check eventjes de vorige video, want dan kom je er namelijk heel erg snel achter. Als je er toch bezig bent en je hebt er weer zin in, dan kan je natuurlijk altijd wel zo'n like aanklikken. Dat ik hier eigenlijk niet mag gaan... Oh shit. Lopen. Oké, hier kan ik weer springen. Toch altijd weer dat ik weer degene ben die op dat moment toch weer een hit krijgt. Dat vind ik toch... Ik vind het toch altijd knap. Terwijl... Oh, dit is ook altijd... Oh my god. Dit is echt levensgevaarlijk hier. Want iedereen begint hier maar te mappen op elkaar en weet ik veel wat allemaal. Deze persoon eigenlijk eraf wil mappen, maar dat lukt me niet. Oké, weet je, ik ga daar nu niet naar boven. Het is me daar nu op dit moment veel... Oh my god. Veel te druk. Er zitten ook veel te veel mensen daar en het is gewoon niet verstandig om denk ik nu daar naartoe te gaan. Ik wou graag op die platformpjes daar gaan looten, want daarom rende ik eigenlijk ook nadat ik eentje is geloot meteen die kant op. Maar ja, ze hadden toch een ander idee ervan en dat kan natuurlijk, zodat iemand in mijn back komt. Ik heb een wapen, je hebt 9 HP, dan moet je daarom klaar. Hoppakee, weet je, dat is gewoon om dreiging uit mijn back te voorkomen. Dadelijk krijgt hij in één keer een kit en let ik niet op en dan heeft hij weer meer HP, killt hij mij. Nee, hell no. Oké, goed, we krijgen onze kit, mooi zo. We'll give it to me baby. Give it to me, baby. Even kijken, nu moet ik zo. Hoppakee, mensen. Zag je dat even hoe die dat even deed, mensen? Zag je dat nou? Doe die gewoon even, mensen. Dan moest ik van een kijker doen. Die zei van, dat is handig. Ik vind zelf helemaal niks handigs aan, want ik moet echt serieus kijken van, hè, waar zitten die knopjes en dat soort shit. Maar ja, mensen zeiden van, ja, dat moet je doen, dat is handig. Dus ik heb het nu één keer gedaan. En dat betekent ook dat ik er nu vanaf ben. Wil je iemand hebben die een mooie body heeft? Mijn is mooier. Hoppakee, hij is ook down. Oké, dan. Goed, we gaan lekker. We hebben boots, niet... Oh, nou ja, leather boots, ja. Ach, weet je, fuck die shit. Hoppakee, die gaat even op. En wij gaan rustig door ondertussen. Als het natuurlijk gaat lukken om nog een keer binnen te slepen. Misschien gaan we nu wel dood. Je weet natuurlijk nooit wat voor iemand tegenover je komt. Maar ik hoop het natuurlijk niet. Ik gooi even deze bot op de grond. Oeh, kom alsjeblieft hier, want ik heb namelijk net een bot op gegooid. Zou ik heel zonde vinden als wij nou niet gaan vechten. Dan ga ik jou gewoon kwalijk nemen. Oh, kijk, ze gewoon doorrennen. Die ene keer gaat daar voor die kist waarschijnlijk. Of ze gaan het water in, dat kan natuurlijk nog ook. Oh, hij gaat wel voor de kist. Nice. Hey. Oké. Helemaal legit. Ik heb geen idee of dit helemaal legit was, want ik ben wel gerekt door hem. Mensen, ik zie u natuurlijk lekker weer in het volgende potje. Goed mensen, daar ben ik weer in de map Citadel. Dat was de map naam Citadel. Kijken of ik misschien in deze map wat meer geluk heb. Dat we hier wel wat meer dan 3 kills kunnen maken. Nog wat mensen kunnen ownen. Terwijl ik full AP heb en die persoon heeft geen full AP. Om hem dan wel neer te kunnen krijgen. Terwijl ik ook nog een beter wapentje heb. Maar goed, weet je. We zullen zien hoe het hier gaat. En ja, ik neem wederom de Bakery Kit. Want ik heb zoiets van, fuck it, weet je. Ik wil winnen. En daar heb je gewoon een goede kit voor nodig tegenwoordig in de Hunger Games. Er zijn zoveel goede mensen. Dus ik moet ook gewoon een goede kit gebruiken. Klaar. Maar op een gegeven moment als je weer goed uit de spawnkisten. Juist hem. Dit is wat ik wil. Een helm. Yes. Van leer. Dat ik denk van, jee. Dat er iemand in mijn bek met een wapen mij loopt te slaan. Jee. Oh, wauw. Dit gaat weer lekker hard worden dan. Want waarschijnlijk gaat iemand mij achtervolgen of niet. Tot nu toe nog niet helemaal. Maar ik zeg natuurlijk nooit. Oké, we hebben schoenen. Niet fantastisch, maar het zijn schoenen. Nou, niet fantastisch. Dit zijn de ene beste schoenen die je uit de kist kunt krijgen, Duffy. Gewoon positief blijven. Dat is waar. Zit er iemand achter me? Waarschijnlijk. Nee, niet eens. Op dit moment niet. Sticks altijd meenemen, mensen. Sticks meenemen. Maar Duffy, jij gooit 9 van de 10 keer ook je sticks weg. Dat klopt. En dan heb ik ze daarna altijd nodig en dan ben ik ze kwijt. Oh my god, deze loot, mensen. Wat heb ik hier nou aan? Ik heb gewoon nu 4 kisten geopend en wat heb ik? Dit. Nou. Ja, oké. En een leren helm die ik weggeflikkerd. Want ja, ik krijg nog een leren helm sowieso van mijn kit. En ik had eigenlijk wel verwacht dat ik toch minimaal wel een betere helm ergens hier uit een... kist zou krijgen, maar nee, dat krijgen we dus niet. Even kijken, die moet ik op 2. Oh, wacht even. 2, 3, 4. En deze doen we wel met de hand zo. Daarvoor moest ik te ver over mijn toetsen heen. Doen we dat gewoon lekker met de hand. Oké, we gaan door. Eens even kijken. Iemand zit nog aan de andere kant van die berg. Ik zit te kijken, dan is iemand toch niet boven die berg, maar daar zitten ze vast nog niet. Hoewel, tegenwoordig in hun games, you never know waar mensen naartoe gaan. Maar... Oké, zou deze al geloot zijn? Want ik moet namelijk nog even een betere helm hebben. Kijk eens aan, we hebben eindelijk onze helm gekregen. Na kist nummer 3422 krijgen we eindelijk onze shizzle. Ook hier mensen zie vechten waar ik me graag in wil mengen. Of, hey, kom eens even hier. Hè. Dit is namelijk een mooie body. Hoppatee, dankjewel voor de body. Wil hier nu iemand hebben die achter mij aangaat? Komt niet, ja.
Yep. Want ik wil namelijk vandaag een win hebben, jongens. Ik wil ook nog even een win hebben vandaag. Dus ik heb wel even kills nodig. Ga staan, hoppakee, eet. Betere body aan, hoppakee. En wij kunnen doorgaan. Ik heb nog meer honger trouwens. Dankjewel. Oké, we hebben inmiddels 2 kills weten te maken. Dat is iets wat goed is. Maar nou moeten we nog door. Oh, er zit er iemand op de trap. Interessant. Alsjeblieft, ga niet naar boven toe. Kom op, man. Kom op, vecht met me. Vecht met me. Ik wil vechten met je. Want wij willen allebei een kill hebben. Jij bent lekker down. Hoppakee. Mooi zo. Goed. We hebben wel speedbottles van gekregen. Dus dat is altijd noise. Hoppakee, die flikkeren weg. En wij gaan lekker door naar beneden. Wij moeten namelijk nu deze kant op. En dan... Wom, en dan hier naartoe. Dus ook gewoon letterlijk dat eigenlijk je kompas is eigenlijk ook een soort van je navigatiesysteem hier in die game. Weet je. Je weet niet waar mensen zitten. Maar je volgt gewoon je kompas. En die wijst je altijd naar gewoon iemand toe. Eigenlijk altijd naar plaats van bestemming. Gewoon een navigatiesysteem in plaats van een kompas. Oké, even kijken. Oh, iemand zit hier beneden. Ah, ik zit te kijken van, weet je, waar gaat hij nou heen? Maar hij zit hier, oké. Freeze! Het is geen politiespel. Freeze! Zit hij... Kijk, hier zit hij. Kan ik het water halen vanaf hier? Ja! Juist hem. Dat deed ik nice, al zeg ik het zelf. Hoppatee, man down. Oeh, deze man moet zich heel erg kloot voelen op het moment, want... Mooie stuff had hij gezegd. Holy freaking damn. Oké, snel er doorheen, want er liggen echt heel veel troepen op de grond. Duffy, gooi de sticks weg. Ik weet de mensen dat ik net mijn sticks heb weggeflikkerd, maar ik kan ze gewoon niet langer bij me houden. We hebben gewoon ruzie gekregen. Nee, maar fuck die sticks, joh. Ik geloof toch niet dat ik hier nog shizzle ga vinden waarmee ik hier kan maken. Dus ik flikker het gewoon lekker weg. Gewoon nog iets in de Demacia bottles. Nice. Wat zit hier eigenlijk op? Protection 1 heb ik. Is niet beter wat ik nu heb? Nee, oké. Goed, wij kunnen door. Leven nog 3 mensen. Ik heb 4 kills gemaakt en als ik nu nog eentje down zou kunnen krijgen voordat de duomet gaat beginnen, Het zou heel fijn zijn, maar nee, 5 seconden lukt niet meer. Dan ook weer lekker de no cheat. Oh, no cheat, kom op man, ik had hem misschien 6 HP. Ik had hem misschien nog wel kunnen hitten namelijk, denk ik dan zo, maar goed. Oké, goed, ik ga mijn best doen om toch een win hier nog binnen te kunnen slepen. We drinken deze. We doen een pijltje omhoog. Gooi deze. Ik wil eens jou down hebben, want als ik jou down heb, kan ik namelijk een easy kill op deze persoon maken met bottles. Zit hij hier ergens, toch? Deed die damage op hem? Eentje deed wel damage op hem. Oké, hij gaat weg en hij denkt van, ha, ik kan dit lekker lang overleven. Oké, we gaan toch nog een win vandaag ook nog binnenslepen ook. En down, GG, hoppakee, easy win. Ik moet zeggen, dat is wel een easy win. 6 kills, lekker ook dat we gewoon even een win hebben gepakt alweer. 851 coins en mensen, ik ga jullie natuurlijk zien weer in het derde potje van de dag. Goed mensen, daar ben ik weer in de map Valley. Kijken of we misschien hier ook een win kunnen binnenslepen. Wat natuurlijk super episch zou zijn. Ik ga hier spelen met de armor. Ga ik met de armor kit spelen? Is dat slim, Duffy? Is dat... Ja. Of gaan we toch met de wolven kit? Of armor kit? Of blaze kit? Of toch de... Nee, we nemen gewoon de armor kit. Ik ben benieuwd of dat... We zullen zien of we ermee kunnen winnen. Ik ben erg benieuwd. Let's freaking go. Hopelijk krijgen we een stone sword uit de spawn. En dan kunnen we eigenlijk gewoon een minuut rond gaan durpen, zeg maar. En dit is nog geen stone sword. Dit is ook geen stone sword. God damn it. Nu moeten we zeker nog kisten gaan openen. Wat heel lastig gaat worden. Zeker ook. Eigenlijk moet ik ook nog wel even betere schoentjes krijgen. Een beter helmpje. Of is dat... Nee, voor mij zijn mijn leren dingen zelfs beter. Maar schoenen volgens mij niet. Qua helm wel. Dus wat dat betreft maakt het niet uit. Maar ik weet niet. Ik zou toch wel graag even iets van iron boots hebben of zo. Dat zou altijd fijn zijn. Even kijken of wij hier nog rustig kisten kunnen openen. Of dat wij meteen in elkaar worden geslagen. Want nu is het natuurlijk het probleem. Ik heb gewoon 0 weapons. En dat is gewoon echt even een probleem. En ik heb een wapentje. Wow, yes. Ik ben hier zo blij mee dat ik nu een wapen heb, mensen. Ik kan dat jullie... Ik kan het gewoon niet uitleggen. Ik ben zo blij. Oké, dan. We hebben ook een klein beetje gear eventjes. Want ik weet dat namelijk dat iemand in mijn back zit. Weet ik dus. En ik heb zoiets van, oké. Dan wil ik best met je gaan vechten. Maar dan wil ik wel even die gear aan. Je bent aan het laggen, jongen. Of ik ben aan het laggen en jij bent gewoon aan het laggen. Nee, jij lagt sowieso. Maar goed, weet je, ik heb hier wel een stone sword gekregen. Ik vind het natuurlijk helemaal niet erg. Nee, deze helm is wel beter. En schoenen? Schoenen maakt het niet uit. Oké, schoenen heb ik er nu wel even goede schoenen aan. Dus 3, 4, hoppakee. Oké, let's go. Goed, we hebben een kill binnen. We hebben een mooi gear setje met een lekkere protection shizzle maar de nizzle erop. En we hebben een lekker wapentje. We hebben een kill. Dus we gaan hier de tweede win van de dag binnenslepen. Duffy, je gaat nog iets te hard van slapen. Oh, sorry mensen. Dus even kijken. Wat natuurlijk wel één probleem is met deze map. Is eigenlijk het probleem wat heel veel mappen hebben. Is water.
Ah, eens even kijken. Want sowieso is er iemand daar weer bij die boot. Oeh, kijk eens aan. Mooie leggings. Deze protection 2. Nou, nah, dit is niet beter. Hoppakee. Oké. Daar in het water niet meer. Ik zit echt te kijken van, waar zit nou iemand, joh? Maar er zit gewoon iemand daar bij die boot. Het ene ding wat wel hier weer bij het water is bij deze map, is dat je natuurlijk wel die Lady Path. In ieder geval deze dingen waar je op kan durpen. Dus dat is natuurlijk wel iets wat positief is aan deze map dan weer met het water. Maar fantastic. It's not a piece of cook. Terwijl hij gewoon hier beneden zit. Ha, je let niet op, jongen. Hé, hey, let echt niet op. Dat is dom. Zonde. Want jullie krijgen namelijk wel even een betere body, sowieso. En we krijgen ook nog even betere schoenen, sowieso. We krijgen ook nog een keer dit. Hier op de grond flikken, hoppakee. En wij kunnen naar boven toe. En wij kunnen zelfs gaan Ogen als we willen. Wow, wat is dit voor arsenaal? What the fuck? Oké, deze is down. Daar ben ik enorm blij mee dat ik deze van down heb mogen krijgen. Want dit is natuurlijk een kit, mensen. Daar word je niet goed van. Laten we eerlijk zijn. Dit is zo'n kit waarvan je denkt van, mot dat nou? En dan denk je echt van, mot dat nou? En van, mot dat nou? Maar hey, ik heb hem down. En dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Ik heb hem down en ik leef. En er zit wel iemand hier bij deze boot nu, maar... Oeh, je hebt wel een mooie body, man. Je hebt wel een mooie body. Hey, Lucas! Kom. Nee, niet weggaan nou, niet weggaan. Oh, god damn it. Kom hier, nee. Oh, nu gaat hij net de maat snappen. Heb ik een pijl en boog? Ik heb wel pijl en boog, maar... Oh, ik mis. Hoe kon ik die nou missen? Nee, kom. Oh, de damage gaat beginnen. Of nadat hij wegrent. Nee, dan begrijp ik dat je wegrent. Ik denk al van, waarom rent die vent nou weg, joh? Weet je, wat is het probleem? Maar nee, ik begrijp waarom je dan wegrent. Zullen we eventjes gewoon lekker deze aan gaan trekken? We trekken deze aan. Het ziet er al wat gevaarlijker uit. Het is totaal niet gevaarlijker, maar goed. Weet je, fuck it. Oké. Waar zit die vent? Hier ergens. Die zit er toch? Namelijk erg low. Kom op, vecht met mij dan. Jij bent low. Geef mij je kill. Dan kan ik namelijk op die manier... Wojo, waar is die vent? Wojo. Jij moet even rustig aan doen, jij. Holy smokes. Oké, we leven allemaal nog steeds. Dat vind ik een beetje frappant. Zeker die Lucas, aangezien die ontiegelijk low was. Nog steeds trouwens. En er moet er gewoon een free kill voor mij kunnen zijn, dit. Hoppakee. Oké, dan goed. Ik heb nu wel speed, maar er ligt hier namelijk nog een body, dus... Hoppakee, we trekken gewoon zelf een betere body aan. Hij heeft nu ook namelijk taunt gekild. Of gekald. En om zijn taunt eigenlijk even te verpesten, blijf ik een beetje rondrennen. Hoi. Oh, go, Divi, het kan nog, believe yourself, believe! Yes, GG, bam, get wrecked, mate! Oh yeah, toch nog een tweede win van de dag weten binnen te slepen. En een townke volgens mij niet eens, maar dat maakt me vrij weinig uit. Een heerlijk gearsetje, 695 coins. Mensen, ik bedank jullie voor het kijken naar deze aflevering van de Hunger Games. Mocht je nou weer leuk hebben gevonden, vergeet dan alsjeblieft om een like aan te klikken. Vergeet natuurlijk niet om op abonneren te klikken. Als je nieuw bent, laat lekker wat in de reacties achter. En ik hoop jullie natuurlijk allemaal morgen weer te zien bij een nieuwe aflevering van die Hunger Games. Later, mensen.